onze eerste dressuurproeving gaan. Met Lantix naar China. De laatste event die wedstrijd van het seizoen. Op de valreep mag ze toch nog even mee. Heel leuk. We zijn nog maar heel kort in combinatie. Nog geen maand. Dus het is wel heel snel. Maar de laatste cross training voelde ze heel goed. En ja, het is gewoon heel ideaal om een keer op een ander terrein. Dus ja, we zien het als een oefenwedstrijd. Maar ja, we gaan wel gewoon heel goed ons best doen. En ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen. Dus we gaan er nu afhalen om te gaan dressuren. Onze eerste dressuurproef is een feit. Oh, ik ben super trots op hem. Heel erg leuk hoe hij aanpakte. En ik ben wel benieuwd hoe hij het springen... Hij doet alles nog één. Ik ben wel benieuwd hoe hij het springen de cross gaat doen. Want ja, dat is wel, wel pittig voor hem, denk ik. Ik ben nog maar een paar cross-trainingetjes. Dus we gaan het zien. Maar ik ben heel trots op hem. Inmiddels ben ik even Julie aan het helpen bij het losrijden. Die gaat zo meteen starten. Heel erg benieuwd. We zijn concurrenten, dus ik moet natuurlijk wel Julie in gaan maken. Want ja, de druk ligt erop. Dus ik kom nu naar deze hier en is mooi achterover zitten. Ja, prima, super. Je ritme mooi naar de ton, hè? Mooi benen erbij. Ja, dat was een topafstand. Super. Kom op, Joe. Naar China en ik klaar voor onze allereerste wedstrijd. We zijn helemaal klaar om te gaan crossen. Ik heb een hele outfit aan en ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd, want ze zal het heel spannend gaan vinden. Dus ik ga haar zoveel mogelijk vertrouwen geven. Oh, knappie! Ritme uit de bocht komen. Heel goed.
1988 Christisch Net Vangers met Netlandix Nassia. Die zet hem uit voor de rijvereniging Hou Vooruit. En Netlandix Nassina vond de paaienissen nog heel eng. Vooral ja, de hindernissen op het water. Ik had de eerste keer dus bewust al dat de voeten gehaald. Ik dacht, ja, als hij daar echt op kijkt, dan heb ik al wat de voeten. De tweede keer deed hij één keer op de eend het water in. Ja, even stoppen. Maar de rest deed hij allemaal super goed. Hij heeft echt 18 hindernissen foutloos super gedaan. Dus ik ben wel echt mega tevreden. En ja, we moeten gewoon nog heel veel leren. Heel veel stappen maken. Paardje verder opleiden. Maar zijn instelling is heel goed. Hij dacht goed mee. Hé, hey, mama, ben je ook aan het filmen? Dus ik ben echt super trots op hem en we gaan er wel komen. Daar gaan we wel heel veel tijd in zitten. Dus we moeten nog wel veel meters gaan maken. We moeten nog veel gaan doen. Maar ik denk wel dat het een heel leuk paard gaat worden. Iemand die kent nog geen stoepjes. Dat is gek, hè? Dat is gek, hè? Doei, vriendje. We gaan lekker naar huis. Doei, doei. Je bent weer thuis. Ja. Zo knap, hè? Zo knap ben jij, hè? Inmiddels zijn wij weer lekker thuis gekomen. Ik ga Netlandix Nassina goed nabezorgen. Ik ben heel trots op onze eerste wedstrijd. Haar allereerste ooit. En die is in feite. En nu gaan we vanuit hier weer verder bouwen. En op naar de volgende. Bedankt voor het kijken naar de vlog. De allerlaatste.
laatste eventingwedstrijd van het seizoen. Nu is het echt de allerlaatste. Nu is het geen eventing meer. Volle focus op de springen. En vanaf februari beginnen we weer met het crossseizoen. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Guys, dit was de video alweer. Let op, er staan op het moment heel veel nieuwe en leuke producten in de webshop All About Christy. Dus neem zeker een kijkje. Wil je nog lekker shoppen voor de feestdagen? Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei.